Breda Nu. Je weet het meteen. De Nassau-dag, een fietstocht voor ouderen en de avondvierdaagse in de Haagse Beemden. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij vanavond graag de Bredaanse gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Er zijn weer vele kilometers gemaakt bij de avondvierdaagse in de Haagse Beemden. Vooral de kinderen waren niet te stoppen en liepen enthousiast door. Zo ook bij het aankomstpunt in de Heksenwiel. In veel wijken van Breda werd de avondvierdaagse weer gelopen. Wij gingen kijken bij de aankomst in de Haagse Beemden. Is het goed gegaan? Ja. Wat heb je voor moois gekregen? Chipjes, bloemen, twee medailles en een citroentje in. Op wie staat u te wachten? Op onze dochter en mijn moeder. En hoeveel hebben ze gelopen? 4 keer 5. Ja. Knap hoor, hè? Ja, heel knap, ja. Door de finish, je hebt het gehaald, meis. Ja. Ben je nu moe van het lopen? Ja. Ja? Hoeveel kilometer heb je gelopen? Dat weet ik niet. 20. 20? Ben je nou heel moe van alle dagen lopen? En wat heb je als cadeautje gekregen? Waar heb je voor gelopen? Wauw, die is tof. En met wie ben je aan het lopen? Durf je niks te zeggen? Nee, ik geef niet op. Was het vermoeiend? Nee. Hoeveel kilometer heb je gelopen dan? 5. Ja, 5 met elke dag. Elke dag 5, wauw. En wat heb je allemaal gekregen? Bloemen en gewoon snoep. Jij hebt je schoenen erbij uitgedaan, zie ik. Zat die niet meer lekker na al die meters? Nee, er zit een sneetje meteen. En hoe komt dat dan? Door het lopen. Je bent er bijna. Ja. Nog een klein stukje lopen. Oké. Hoe vond je het? Leuk. En hoeveel kilometer heb je gelopen? Ik weet het niet. 5 kilometer. En als je nou straks thuis bent, wat ga je dan doen? TV kijken. 5. Heb jij ook de 5 gelopen? Wat knap van jou zeg. Nou, dan heb je die bloemen wel verdiend. Ja. 5. Wauw. En toen heb je... Wat knap van jou. En je hebt mooie bloemen gekregen, zie ik. Van wie heb je die gekregen? Van opa en oma. In totaal 20. Iedere dag 5. Wat goed van je, ja. Ik vond het heel leuk. In totaal 20 volgens mij. Ja. En nu genieten van al het snoep en het ijs wat jullie hebben gekregen. Ja, is heerlijk. Stichting Zorg voor Elkaar Breda heeft 2 rikshafietsen aangeschaft en deze beschikbaar gesteld voor de verzorgingstehuizen in Breda. Vrijwilligers kunnen zo samen met de ouderen fietstochten maken. En dat viel al goed in de smaak bij de eerste kandidaten. Na een pilot heeft Zorg voor Elkaar 2 rikshas aangeschaft die verzorgingstehuizen gratis kunnen huren om hun cliënten een leuke dag te bezorgen. Het project is eigenlijk tot stand gekomen door een project uit Denemarken. In Denemarken reden ze met de rikshas rond en dat is om de sociale cohesie te vergroten bij ouderen. En dat project is eigenlijk naar Nederland gehaald en hier in Breda hebben ze gezegd, wij willen hier ook iets mee gaan doen. Je zei net iets over dat het eerst een half jaar een pilot heeft gelopen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, er is inderdaad een half jaar een pilot geweest vorig half jaar om te kijken van hoe wordt de rikshas ontvangen, vinden ze het leuk, de mensen, vinden ze het leuk om erop te fietsen. En dat bleek een succes te zijn. En nou ja, nu is uiteindelijk aan ons gevraagd om te zeggen van we gaan het project verder zetten. En hoe zien jullie de toekomst dan van dit project? In de toekomst hopen we dat er zoveel mogelijk rikshas gaan rijden in Breda. En dat iedereen er gebruik van kan maken. En dat is eigenlijk de toekomst.
dat je ze overal ziet fietsen. Wat vindt u er nou van, Leni? Ja, leuk. Heel leuk. Hoe ziet zo'n dag eruit? Kun je daar iets meer over vertellen? De cliënten wachten beneden en dan gaan we gezellig met z'n allen op de fiets, op de riksja. En dan gaan we rondje fietsen. Hoe zijn de reacties van de cliënten? Ja, ontzettend leuk. Ze zijn helemaal enthousiast ervan. Aan het eind stralen ze helemaal. Gek genoeg, hoe slechter het weer, hoe leuker ze het lijken te vinden. Op tweede Pinksterdag was het Nassaudag en Nationale Kastelendag, waardoor Kasteel Bouvigne en het Kasteel van Breda open waren voor publiek. Op de Nassaudag werd ook aandacht besteed aan de Vrede van Breda, dat dit jaar 350 jaar geleden is. Vandaag vieren wij in Breda de Nassaudag. Ook is het vandaag de Landelijke Kastelendag, waardoor Kasteel Bouvigne en het Kasteel van Breda geopend zijn voor het grote publiek. Het Kasteel van Breda was het stamslot van de Nassaus. En zij hebben ervoor gezorgd dat Breda weer erg welvarend werd. 350 jaar geleden werd hier de Vrede van Breda getekend. Welkom op de Nassaudag. In deze zaal is ooit de Vrede van Breda getekend. En ooit bedoel ik 350 jaar geleden. Dat maakte een einde aan de oorlog met Engeland. De Tweede Engelse Zeeoorlog. En het ging eigenlijk over wie is de baas in de wereld en over de wereldzeeën. Nou heren, ik sta nu op het punt om de Vrede van Breda te ondertekenen. Maar wat ga ik dan precies ondertekenen? U tekent een vrede tussen de Republiek van Verenigde Nederlanden en een vrede tussen Engeland. Waar onder andere diplomaten bij vertegenwoordigd waren vanuit Frankrijk, uit Zweden en uit Denemarken. Om een einde te maken aan de Tweede Engelse Zeeoorlog. Dus we gaan een einde maken aan de Tweede Engelse Zeeoorlog. Exact. Nou, dan gaan we nu over op het tekenen. Heel mooi. Lijkt me een mooi plan. Waar mag ik mijn handtekening zetten? Nou, u bent nu op de plek van diplomaat Hollis. Ja. U ziet hem hier vertegenwoordigd. Gaat uw gang. Tekent u maar. Dank u wel. Hij staat. U heeft zojuist getekend dat Nieuw Amsterdam New York is geworden. Dat wij Suriname hebben gekregen. Een aantal eilanden op de Antillen. En dat we ook een mooi deel kunnen nemen van de slavenhandel. Nou, de Nassaudag is hier omdat Breda de Nassaustad eigenlijk van Nederland is. Want hier is het allemaal begonnen. En dat is eigenlijk op de plek waar ik nu zelf naartoe kijk. En jullie kijken nu naar het paleis. Het paleis wat ooit gebouwd is door Hendrik III. Maar ooit is het hier begonnen met de heren van Polanen hier op het kasteel van Breda. Jan van Polanen had een dochter. Die dochter die werd uitgehuwelijkt aan Engelbrecht van Nassau. En dat alles in 1304. Dat is dus wel heel lang geleden. En dat geslacht Nassau is in Breda gebleven tot 1581. Dat is het laatste jaar geweest dat onze Willem van Oranje hier op het kasteel gewoond heeft. Ik ben legendejager. Ik ben afkomstig uit 1279 en op doorreis door 2017. Dus u bent een legendejager? Ja, ja. Wij speuren naar legendes en sagen, mythen, alle verhalen van de streek en de historie. En dit zijn de evenementen waar wij moeten zijn natuurlijk. En wat heeft hij allemaal bij in die tas? Want ik zie dat hij van alles vast heeft. Ja. Staf, een tas. Klopt. Ik kwam rechtstreeks uit 1609. En in 1609 hadden we Lucas Tas in Wolleslaar. Dat is iets verder vandaan. En die heeft ooit het Electrum Vitae uitgevonden. En dat is het levenselixer. Dus maken we gelijk een commercie van. Het is tegen alle kwalen. Alle kwalen. Hij had ook het Veneets Driakel gemaakt. En dat heeft Breda destijds gered van de pest. En om te bewijzen dat ik de waarheid spreek, mag je in de grote kerk gaan kijken, want daar ligt zijn graf. De familiekermis werd vorig jaar voor het eerst in de binnenstad van Breda gehouden. Dit was een groot succes en daarom fleurde ook dit jaar de binnenstad van Breda weer op met deze nostalgische kermis. Op delen van het Kasteelplein, de Grote Markt en in het Valkenbergpark waren vele attracties en een straattheater te vinden. De voorjaarskermis is er weer, de nostalgische kermis met kleine attracties voor jong en oud. We gaan kijken hoe de sfeer is. Het is natuurlijk niet heel druk, het weer zit niet echt mee vandaag, maar we gaan even een rondje maken. Wat vind je ervan? Ik vind van de kermis. Een leuke kermis, maar weinig. Weinig attracties, of wat bedoel je? Ja, weinig attracties. Je had veel liever meer attracties gewild. Ja, dat wel. Maar Poesje blijft leuk. Nou, ik vind Breda een hele mooie stad. En tot nu toe wordt de kermis ook goed ontvangen, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Vandaag natuurlijk minder mooi weer, dat zien we ook misschien terug. Maar hoe is het de andere dagen gegaan met mooie weer?
Ja, de Pinksterdagen waren denk ik, zijn op zich goed bezocht en ik heb veel lachende gezichten gezien. Dus de mensen hebben ervan genoten, denk ik. Ja. Echt een nostalgische familiekermis. Hè? En dat is wat hier staat, is ook allemaal nostalgie, zie je wel. Dit heeft u ook allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf gebouwd, er zit ongeveer 30 jaar werk in. 30 jaar? Ja. En nee. Ik heb eigenlijk nog meer bij me, maar dat kan ik niet buiten zetten. Aan deze kant, op de beneden staat ook nog een dubbele draaimolen. En die heb ik opgemerkt in Duitsland, in Brühl. Fantasialand. En die heb ik ook nagebouwd. Nou, die staat onder die tafel. Maar ik kan hem niet buiten zetten, want in verband met een slechte weersgesteldheid. Ja. Okay. Nou, en... Dit is een replica van een Franse carousel uit 1895. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, ben je lekker muntjes aan het schuiven? Ja, is wel leuk. Ja, altijd prijs, hè? Ja, altijd prijs? Nee, grapje. Heb je al veel muntjes eruit weten te halen? Ja, we hebben vooral veel van die bonuspunten weten te halen, maar we hebben niet meer heel veel muntjes. En wat ga je straks uitzoeken? Ga je iets leuks uitzoeken? Ik weet nog niet, knuffel of zo. Natuurlijk kijken we ook deze week naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Gemeente Breda gaat NAC Stadion verkopen. Huur voor club kan omlaag. De gemeente Breda is in gesprek met NAG Horeca Group vanwege de potentiële overname van het Radverlegstadion. Het bedrijf heeft al vaker laten zien een groot belang te hebben bij NAC. Zo kocht het eerder al de inboedel om NAC financieel te helpen en organiseerde zij op eigen kosten het promotiefeestje op B5. Mocht de overname doorgaan, dan betekent dit dat NAC kan rekenen op een aanzienlijk lagere huur. Breda voor een koopje wekenlang op televisie. Het werd al eerder bekendgemaakt in het radioprogramma De Ochtendjas op Breda Nu, maar nu is het officieel. Tour du Jour komt officieel naar Breda. Het programma van Wilfred Gené zal 3 weken lang vanuit de haven van Breda te zien zijn. De gemeente Breda heeft €125.000 betaald aan RTL om dit te realiseren. Heksenwiel lijkt nu echt verbouwd te worden. Volgens eigenaar Dela Vastgoed wordt winkelcentrum De Heksenwiel nu alsnog verbouwd. Het winkelcentrum kampt al enige tijd met leegstand. De oplossing hiervoor is uitbreiding van verschillende zaken. Daarnaast is er €365.000 vrijgegeven vanuit de gemeente om de openbare ruimte rondom het winkelcentrum te verbeteren. Dat wil zeggen dat de weg, de parkeerplaats en het groen rondom het winkelcentrum worden aangepakt om De Heksenwiel aantrekkelijker te maken. Natuurlijk hebben we in dit weekoverzicht ook weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Jacqueline Ermens en hebben we ontvangen van In Breda. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Mocht u nog meer van ons willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week.